vandaag alweer een nieuwe video voor jullie. Wij liepen laatst in de action. Ja, ik duik er meteen in. Liepen laatst in de action, zoals we natuurlijk heel vaak doen. En toen zagen we een leuke popcorn gadget. Want ik hou heel erg van popcorn. En dat is deze. Toen hebben we hem de eerste keer wel laten staan. Want ik dacht, ja, het is een beetje overbodig. Heb je het inderdaad nodig? Werkt het? Maar toen dacht ik er laatst weer aan. En toen hebben we gewoon toch vandaag gehaald. Want het lijkt me heel erg leuk om deze uit te proberen. Nou, deze popcornmaker set kost maar €1,99. En het lijkt gewoon op zo'n classic bioscoop popcornbakje. Wat heel erg leuk is. Ja, het is best wel cool. En daarin kan je dus losse popcornkorrels of maiskorrels doen. En dan kan je zoveel mogelijk popcorn poppen als dat jij wilt. Dus ja. Veel of weinig bedoel ik eigenlijk. Ja, dus dat lijkt me heel erg handig. Want ik gebruik altijd van die kant-en-klare zakken. Ik weet dat die misschien niet het allergezondst zijn. Maar het is gewoon heel erg makkelijk. En die zakken zijn soms te veel om in je eentje op te eten. Ja, ze zijn wel echt heel groot. En bij deze kan je dan afmeten voor iets minder. Ja. En dan heb je wat meer. En je kan natuurlijk ook je popcorn dan een beetje customizen daarna. Naar elke smaak die je wilt. Dus dat willen we ook even gaan proberen. Oh ja, wat trouwens ook leuk is, is dat je er 6 unieke recepten bij krijgt. Er zit een receptenboekje bij. Dat is ook wel heel erg leuk om naar te kijken. En daar kan je dus ook nog leuke variaties vandaan halen. Je kan natuurlijk, zoals jullie misschien wel weten, ook popcorn gewoon maken in een pan op het vuur. Met een beetje olie. Ik heb het in het verleden ook wel gedaan, maar het werd toch soms een beetje een gevaarlijk werkje. Omdat er ook soms wat olie heet in zit. En het is gevaarlijk met olie. En deze doe je gewoon in de magneton. Dus ik denk en ik hoop dat dit ook gelijk een wat veiligere optie is. Oh nee, dit hoort. Dit is gewoon een plastic bekertje met een deksel. En hij heeft twee van die dingetjes dat hij echt goed vast zit. En er zit een soort van siliconen bakje in. Dus hier leg je dan de popcornkorrels in. Ik neem aan dat je dan zeg maar alleen tot dat mag vullen, want anders wordt het too much. Dat heb ik geen idee. Want ik loop echt allemaal Engelse woorden te doen. Het slaat toch helemaal nergens op. En je hebt dus losse maiskorrels nodig, maar die kan je gewoon... Dachten wij overal kopen, maar we konden het niet vinden. Dus we hebben hier de zakjes die je normaal gesproken in de magnetron doet. En die gaan we openmaken en halen we de korrels gewoon af. Uit en dan doen we gewoon alsof we losse korrels hadden. Verder heb ik trouwens ook nog een olie gekocht, dus een oliespray. Want dat kun je dan op je popcorn sprayen en dan hopelijk kunnen we daar wat lekkere poeders overheen doen voor lekkere smaakjes. Ja, dat was eventjes de voorbereiding en dan gaan we nu snel de keuken in. We staan inmiddels in de keuken, dus we gaan heel even kijken of we die popcorn kunnen laten poppen. Dus ik haal deze bovenkant eraf. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit er ook van de binnenkant uitziet. Ja, ik heb het nooit open gemaakt. Precies. Oh, dus hier is de schaar. Oh! Oh. Huh? Eeuw. Het is helemaal aan elkaar geplakt. En er zit allemaal shit doorheen. Even kijken. Zou dat uitmaken? Oeps. Kijk, dat zit er allemaal op mijn vinger. Zal ik het even proeven wat het is? Ja. Suiker. Met een soort van vet of zo. Oh ja, boter waarschijnlijk. Het is boter, denk ik. Nee, het smaakt niet per se als boter. Oh, zo is het. Die klonten. Nou, gaat het dekseltje erop. Alrighty. Ik ben benieuwd. No! Wat is dit? Hoe groot moet je magnetron zijn? Hoe dan? En als je nou zo... Oké, here we go. Ik doe hem gewoon zo en blijf gewoon luisteren. Dat doe ik eigenlijk altijd. Ik ben heel benieuwd hoe het moet, omdat het vet is. Ja. Dat het vet erin zit en de korrels niet droog zijn. En officieel mocht het ook niet. Maar ja, ja. We hadden even geen andere popcorn natuurlijk. Ja, het poft in ieder geval. Zal ik stoppen? Ja, want ik hoor niks meer. Wow. Oh, hij zit helemaal vol of niet? Zit hij heet zijn? Oh ja, hij is wel heet. Hij ziet er heel heet uit. Even achter. Oh, ik moet hem natuurlijk weer draaien. Struggles. Nou, het ziet er goed gevuld uit. En het was natuurlijk een klein laagje. Maar het was echt maar tot hier. Even. Dus het klopt wel met wat je zei, dat er zoveel meer in mocht. Oké, ik zie wat zwarte deeltjes. Maar voor de rest ziet het er goed uit. Ja. Nu het allerbelangrijkste, de smaaktest. Kijk hoe zoet is. Ja. Oh, oké. Prima. Zoet is niet mijn favoriet. Meestal kies ik voor zout bij deze. Behalve in de bioscoop. Ben jij team zoet of team zout? Ja, maar dat is het. In de bioscoop neem ik altijd zoet. En bij dit soort magneton dingen neem ik altijd zout. Maar het is anders dan bij de bioscoop. Dat is zo'n lekker randje. Ja, dan is die echt gewoon super. Gewoon alleen maar suiker eigenlijk eet je. Hé, ik wilde dit eventjes doen. Ik ben even de
de schubtest aan het doen. Want ik dacht, misschien zit het vast. Maar hij zit ook allemaal goed los. Bijna alle maïskooltjes zijn ook gepoft. Dus tot nu toe ziet het er echt heel goed uit. Ik heb een paar van deze, ja, deze zijn toch wel verbrand. Die zijn dan een beetje wat minder. Laten we nu eventjes wat anders gaan proberen. Ja. Om lekker smaakje. Nou, we vonden deze dus al heel erg lekker, omdat er al wat suiker omheen zat. Maar we hebben hier allemaal recepten en we wilden heel graag de kokospopcorn uitproberen. Dus in een ovenschaaltje doe ik wat popcorn. Dan spreek ik wat olie op. Ik hoop dat deze niet te erg naar olijfolie smaakt. Oh, oi! Sorry. Nou, spreekt wel lekker fijntjes. Het ziet er goed uit. Dus we hebben nu een beetje olijfolie erop gedaan, want we hebben helaas geen kokosolie. Oh! Geen kokosolie. Nou ja, kokosschaafsel hebben we wel. Maar volgens mij maakt het niet uit. Zo. En dan wordt het een beetje gekookt. Blijft het een beetje plakken? Hopelijk plakken. De smaaktest. Even kijken, deze heeft wel wat. Wacht, ik pak even een handje. Ik proef nog niet veel. Een beetje droog of zo heet het. Ja. Meer is beter. Dan proef je het wel. Best wel een goede combinatie. Nou, sowieso moet je eigenlijk natuurlijk dat naar hele hand nemen. En die olijfolie proef je ook helemaal niet. Deze is een duim omhoog, ja. Nou, het is nu tijd voor het tweede recept. En dat is de honing met pindakaas. Ja, de peanut stijl popcorn. Hiervoor gebruiken we ook weer de rest van de zoete popcorn die we net over hadden. Dus we gaan dit weer eventjes op dezelfde manier poppen. Ik weet niet eens of ik eigenlijk wel alles hiervan kan gebruiken. Het ziet er eigenlijk zo goor uit, hè? Ja. Dat. Wie had dat ooit gedacht? Netjes. We horen nog allemaal geluiden komen uit het ding. Geknetter, olie denk ik. Oh wacht, hier zie ik het inderdaad. Zo, dan is het dus wel heet geworden. Ik weet niet of die bubbels kan zien. We gaan nu het sausje maken en we doen het een klein beetje op de gok. Dus ik heb hier een beetje pindakaas. Ander lepeltje doe ik een klein beetje honing erbij. Zoiets. En dat gaan we nu even mixen. Ziet er goed uit, denk ik toch? En dan moeten we dit nu nog verwarmen. Ja, want dan wordt het nog net ietsje vloeibaarder en dan kunnen we het hopelijk beter schenken. Zo, ik denk dat we het even in de gaten moeten houden hoe lang. Ja, ik denk heel kort eigenlijk. Oeh ja. Dit is heel heet. Het ziet er echt heel goor uit ook. Nou, bij onze popcorn. Ik moet zeggen dat die bak nog steeds heet is. Dus ik doe het eventjes met... handdoek. Dit eroverheen. Oké, dan ga ik gewoon eroverheen sprinkelen. Gewoon zo. Maar dat gaat niet. Oh ja, kijk. Hé, nu gaat het beter. Zeg maar, de meeste zijn wel... Het is niet de meest aantrekkelijke popcorn, nee, maar het ruikt wel heel erg lekker. De meeste zijn wel gekookt, want het moet ook niet... Ik vind het wel goed zo. De smaaktest. Even eentje eruit pikken die er mooi uitziet. Dat was lekker. Wauw. Veel lekker dan ik dacht. Veel lekkerder dan die kokosnoot ook. Dit is lekker. Lekker, ja. Hij is minder pindakaasig dan ik dacht. Ja. Toch? Omdat je het ook gemengd met die honing. En die proef je echt goed. Lekker. Nou jongens, ik ben met het geniale idee gekomen om ook nog popcorn te doen. Indo-stijl. Ja. En daarvoor gaan we doen gebakken uitjes met sambal oelek. Twee dingen waar ik niet super fan van ben, maar ik ben wel helemaal excited om dit uit te gaan proberen. Voor deze gaan we de zoute popcorn gebruiken, want ik denk dat die qua smaak het beste erbij passen. Ja. Dus let's do it. Nou, popcorn Indo-stijl. We doen een beetje sambal. Ik wil niet te veel, ik wil niet te heet maken, maar het moet wel gekookt worden. Nou, ik vind het wel aardig wat. Wat uitjes. En de popcorn. Zo. Dan gaan we husselen. Ja, natuurlijk is het niet volledig Indo-stijl. Het is eigenlijk alleen maar sambal met uitjes, maar wel een beetje. Het is in ieder geval wel heel mooi van kleur. Voor je handigheid even op een lepeltje. Cheers. Oké. Mm. Is niet eens heel slecht. Nee. Nee, ik ben wel lekker eigenlijk. Het smaakt net wel een beetje Indo. Ja. En ook al is het alleen sambal en die uitjes. Ik moet zeggen, ik denk gewoon dat popcorn gewoon zo'n soort van basic en blanco canvast is, maar dan eten. Dat je er heel veel mee kan mixen. Alles mee doen. Ik vind deze echt wel lekker. Alle Indo's onder ons, jullie moeten het heel even proberen. Sambal is eigenlijk overal wel lekker. Ja. Ik had het echt niet verwacht. Eigenlijk van, oké, dit wordt waarschijnlijk een combinatie die ik dan eventjes moet overslaan. Nou, de popcornmaker van de Action. Wat voor je ervan? Ik geef het 2 dikke duimen omhoog. Prijs is natuurlijk super lekker. Maar ja. Hij werkt, dat ten eerste. Je hebt heel weinig popcorn nodig voor best wel wat. Of in ieder geval voor één persoon is dat genoeg. Ja, zeker. En het customizen bleek ook veel makkelijker.
Ja, toch? Inderdaad. Je hebt dus inderdaad niet een speciale zoute of zoete popcorn nodig, maar elke gewoon blanco goedkope popcorn die je los hebt, kan je hiervoor gebruiken. Het werkt echt als een tierenlier. Mm-hmm. Binnen nou, anderhalve minuut hadden we gewoon een hele bak popcorn. Het werd ook allemaal heel goed gepopt, dus ik vind het gewoon echt helemaal goed werken en ik vind het echt helemaal leuk. Ja, en we hadden net drie soorten popcorn gemaakt. De kokos, de honingpindakaas en de Indo-stijl. Ja. Wat voor het lekkerst? Ik denk dat ik ga voor de pindakaas honing en dat verbaast me eigenlijk, had ik niet verwacht, maar die was echt gewoon... Die was echt lekker. En als tweede denk ik de Indo-stijl. Ik vond hem echt best wel lekker. Ja, die was ook echt verrassend lekker. Laat even in de reacties achter welke combinatie jij zou maken voor je popcorn. Een zoete of een hartige, welke ingrediënten jij zou proberen. Ja, er zijn er volgens mij heel veel opties. Volgens mij kan je er alles mee doen. Variaties mogelijk inderdaad. Dus laat inderdaad je creatieve reacties hieronder achter. Dan kunnen jullie misschien zelf ook nog even een keertje proberen. Maar het was in ieder geval heel leuk om deze drie uit te proberen. En ja, ik vind het helemaal tof. Nou, geef deze... Oh god. Geef deze video vooral een duimpje omhoog als je hem ook weer gezellig vond. En laat ons eventjes in de reacties weten of je hem ook gaat halen. Of dat je misschien ook wel van popcorn houdt. En dus inderdaad je variaties. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we je heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei. Oh, niet raar! Ah. Nee, waarom lukt het niet? Zo erbij. Ja! 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 Lukt me echt niet! Dan zit je ook allemaal op de bank. Pak die gewoon.